Breda Nu. Je weet het meteen. De eerste editie van Belcrum Beach Buurtsaam vond afgelopen weekend plaats. Het was lekker weer, er was live muziek, er werd een nieuw biertje gedoopt en ook voor de kinderen was er veel te doen. See the veins on my head give power to my brain, lying in the morning sun. The rain in Spain falls mainly on top of me, lying in the morning sun. Shaking my tail as it passes at night, lying in the morning sun. Crawling at coaches to give them a fright, lying in the morning sun. I could be king and sing like a chest up for what it's worth. Nou, we staan hier bij Belcrum Beach, eigenlijk voor alle Bredanen en zijn strand gewoon in de achtertuin. Hoe is dat zo ontstaan eigenlijk? Ontstaan is het vanuit Stichting Braak. Tim van den Burg heeft het opgestart. En die had eigenlijk als idee om een heleboel braakliggende terreinen in Breda, die op termijn weliswaar een keer gebouwd gaan worden, om daar een functie aan te geven. Dus een van die functies is het stadsstrand geworden. Ja, het is hartstikke gezellig inderdaad. Wat zijn de plannen voor de rest van de zomer een beetje? Vandaag, dit weekend is een mooie opening. Ja, zo gaan we door. Allerlei activiteiten voor kinderen, optredens, evenementen. Volgende week Koningsdag samen met onze buren, met STEK. We doen een aantal evenementen met Pier samen. Dus we gaan er gewoon een mooie zomer van maken. Ja, heb je al een lekkere suikerspin of een pannenkoek op? Ja, een suikerspin. Ik lust echt geen pannenkoeken. Oké, dus het wordt een suikerspin voor jou. En vind jij het ook leuk hier op het strand? Ja. Wat vind jij het leukste om hier te doen? Pannenkoek eten. Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Gaan jullie laten acrobaten worden allemaal? Misschien. Misschien, want ik zag toen net ook jullie wel een beetje op de schouders staan en allemaal klimmen en zo. Wat ga je nog meer doen vanmiddag? Voorbereiden voor de rommelmarkt. Oh, dus jij gaat heel veel centjes verdienen zometeen. Waar ga je dat dan uitgeven? Aan snoepjes of niet? Ik zit voor een PlayStation te sparen. Oh, kijk, dat is het betere werk. En ga je nog ergens naartoe varen in de kano? Nee. En jullie hebben zelf ook nog een eigen biertje gelanceerd. Zou je daar nog iets over willen vertellen? Nou, dat hebben we gedaan omdat we al bier van onze lokale brouwerij Frontaal verkochten. Dus je zit hier op STEK en binnenkort in de Faam, omdat ze groter groeien. En die kwamen met het idee van, god, zouden jullie niet een keer een eigen biertje willen hebben? Dus we hebben nu het Belcrum Beach Witke. Een heerlijk, lekker, fris witbiertje. Dus vandaar. Ik ben niet zo'n held van mezelf, maar ik ben een superwoman bij me. Maar alle mannen staan versteld, waarom ze met zo'n jongens iets kijken. Ik weet ook niet wat het is. Breda Nu. Je weet het meteen.